De plantvermeerderingspoot van het staatsmijnbouwbedrijf NV Grasalco, In Vitro Plants Grasalco, heeft een strategische, technologische en commerciële partnerschap gesloten met het wereldvermaarde Franse laboratorium Vitropic. Daartoe is op dinsdag 8 januari een intentieverklaring of MOU getekend op het hoofdkantoor van het Franse bedrijf in Montpellier, Frankrijk. Vitropic gaat voor 30% participeren in In Vitro Plants Grasalco, terwijl 70% in handen blijft van het staatsmijnbouwbedrijf. De intentieverklaring is voor Grasalco ondertekend door haar president-directeur Sergio Akimboto. Voor Vitropic deed directeur Jean-Marc Desbois dat. Voor deze gelegenheid vertoefde ook de general manager van In Vitro Plants Grasalco, Philippe Durie, in Frankrijk. De Surinaamse ambassade in Frankrijk heeft de ondersteuning verleend bij de voor het staatsmijnbouwbedrijf belangrijke ondertekening. Vandaag wordt er uitvoering gegeven aan de intentieverklaring. Een vertegenwoordiger van Vitropic vertoeft voor een week in Suriname om het personeel van In Vitro Plants Grasalco verder te trainen. Akimboto gelooft erin dat met het partnerschap met het Franse laboratorium hij gesterkt wordt om het gekozen pad van diversificatie te vervolgen. Hoewel hij onderstreept dat met de samenwerking inkomsten gegenereerd moeten worden, zegt Akimboto dat de overdracht van moderne landbouwkennis niet onderschat moet worden.